beurt aan Fenna Ramos van Zeppelin Go. Die wil heel graag de top bereiken van deze klimband. De hoogste van Europa. 37 meter? Heb je hoogtevrees? Nee, ik heb geen hoogtevrees. Klaar voor? Ja. Kom, we gaan deze kant op. Yes. Je krijgt natuurlijk wel een training. Ah, hier is het. Ik heb een afspraak met Tim Reuser en die is Nederlands kampioen. Tim! Dit is Fenna. Hallo. Hallo, Fenna. Hoi. Fenna gaat de hoogste klimmuur van Europa beklimmen. Ja. Maar ze hebben nog nooit geklommen, dus heb zij de juiste kleding aan? Nee, gordel hebben we nodig. Klimschoenen speciaal voor klimmen dus. En, hebben we geregeld. Oh, je hebt het wel. Oh, wat mooi. Ja. En nou, omdat we toch support zijn, hebben we een leuk shirtje voor je. Oh, ik word helemaal aangekleed hier. Ja, ja. Oh, bij love it. Ga jij lekker even omkleden? Ja. En ja. Dan neem deze ook mee. Oh. Ik denk toch dat we even voorzichtig moeten zijn. Ze zegt, ik heb geen hoogtevrees. Maar ja, als ik het zo bekijk... Ik weet niet hoe ik moet vasthouden. Ik ken de technieken niet. Ja, gewoon, ik weet echt helemaal nul, nop. Dus ik vind het superbelangrijk dat ik deze training krijg. Nou, zit het goed zo? Ik weet het. Zit het goed zo, Tim? Ja, dat is gordel, schoenen. Ja, je bent er klaar voor. Klimmen komt eigenlijk vanuit de rotsen. En de rotsen hebben natuurlijk allemaal... Ja, die hebben gewoon grepen. Dus wat we proberen te doen, is die greepsoorten na te maken. Tijdens het klimmen heb je een klimroute. Je volgt eigenlijk één kleur. Dit zijn allemaal grepen, die zitten in de muur vastgeschroefd. Maar je hebt dan dus verschillende vormen. En waar zijn die dan voor? Dit kun je natuurlijk een volle hand op kwijt. Ja. Maar bijvoorbeeld hier, zo'n gat. Ja. Daar passen maar twee vingers in. En welke zijn de makkelijkste? De makkelijkste zijn eigenlijk waar je hand echt achter kan. Oké, dus echt een soort van handvat. Dus welke kleur moet ik aanhouden dan? Als ik jou was, zou ik oranje aanhouden. Het niveau staat eronder, dat is 4C. Oké. Okay. Is het handig als jij het heel even voordoet van hoe ze het moet doen? Het beste wat je kan doen met klimmen is je handen eigenlijk alleen gebruiken om je bij de muur te houden. En met je benen ga je staan en doe je uit en dan pak je handen omhoog. Alles vanuit je benen. Ja. Dus staan. Ja, kijk. Oké. Okay. René komt jou zeker. Ja. Dus René. Ja. Helpt dat is mooi. Mee. Op het moment dat jij valt, dan gaat die machine, die slaat vast. Oké. Okay. Nou. Oké, linkervoet daar. En dan gewoon eerst gaan staan. Uitduw op je benen. En nu kun je omhoog. Hoppa. En dan weer voet omhoog lopen. Maar waar is dan die volgende? Moet ik dan mijn voet hier zetten? Nee, er zit daar nog eentje. Bij je knie, bij je rechterknie. Ik denk alleen maar, waar ben ik aan begonnen? Geen idee, dat is het enige wat ik kon denken. Nou, ik vind het eigenlijk nu al best wel eenzaam. Oké. Toen was ik pas op 2 meter, ja. Fenna, je bent net 2 meter. Je vindt het wel eng worden, je hebt geen hoogtevrees. Als ik zo naar beneden kijk, ja, dan jullie praat. Maar je weet dat... Nee, joh, ik kan je voet nog aanraken. Je bent maar jij kan mijn voet nog aanraken? Ja, tuurlijk. Ja. Hier, kijk maar. Misschien heb ik toch een beetje hoogtevrees, stiekem. Oh, dit is doodeng. Dit is doodeng. Nee, wat is dit dan eng aan? Ja, ik weet het gewoon. Dit is alles. En dan hang je daar en dan denk je... Oké, ik zie het volgende kleurtje wel. Maar hoe kom ik daar? Je doet het goed, hoor, Fenna. Ja, het gaat supergoed. Oh, heel goed. Maar waar moet die voet? Nee, je moet... Oh, ik vind het heel voet eng. Omhoog. Huh? Voeten weer omhoog. Moet ik helemaal naar boven? Nou, dat zou wel leuk zijn, Fenna. Ik ben echt wel een beetje bang dat ik val. Ja, maar dat is niet erg, je zit vast. Nou, je krijgt hele goede begeleiding, vind ik, Fenna. Dit is hoog? Ja. Oh, het is echt... Als je het plafond hebt aangeraakt, dan mag je naar beneden komen. Oké. Okay. Als je dan naar beneden kijkt en merk hoe hoog het eigenlijk is... dan verandert het gewoon in complete spaghetti. Ik sta echt te trillen. Dit is echt heel hoog. Even aantikken, Fenna, het plafond. Hoplakee, ja hoor. Nou, kom maar naar beneden. Hoe dan? Nou, we hebben niet uitgelegd hoe ik naar beneden moet. Je touw? De touw, ja. Dat pak je met 2 handen vast. 2 handen vast. Ja, en dan ga je nu naar achter leunen. Oh my god! Ja, dit zit inderdaad. Ja. Dit is hem. Oh my god. En nu gewoon lopen, ja. Oh man. Het is echt, het is geen grap dit. Ik vind het toch wel heel erg eng. Het is gewoon, als je beneden staat, denk je echt dat het minder hoog is dan wanneer je erboven staat en naar beneden kijkt. Probeer je te focussen op het punt waar je voeten staan en niet heel veel lager. Heb je ook minder snel het idee van, oh, ik ga vallen. Ja. Dan heb je meer controle en dan is het ook minder eng. Niet naar beneden kijken. Niet naar beneden kijken, nee. Nou, deze is moeilijker. Deze is iets moeilijker. Ja. Hij is ook hoger.
Ik merk dat ik toch best wel veel uit mijn armen haal. Dat is niet goed, hè? Nee. Je moet vanuit je benen. Ja, maar ik weet niet meer welke ik moet pakken. Mijn armen begonnen te trillen, mijn benen begonnen te trillen. En toen dacht ik alleen maar, oh, ik ben fysiek gewoon niet sterk genoeg hiervoor. Penna? Ja? Kijk eens. Nee. Oh. Nee, ik wil niet kijken naar jou. Ja, aan Ron heb ik echt superveel. Nee, je gaat wel door. Want nee, straks kan je ook niet zeggen, ik stop. Ik heb mijn eigen tips. Lekker. Oh, dit is zo hoog. Is het hoog? De helft van wat je straks moet doen. Het is echt zwaar. Ben je moe in je benen of in je armen? In mijn armen. Ja, dan moet je meer uit je benen klimmen. Je bent natuurlijk het sterkste als je met je armen gestrekt hangt en met je benen opgekropt. Ja. De arm moet altijd gestrekt zijn, want dat kost gewoon geen kracht. Oh, je trilt een beetje. Ja, dus dat is die verzuring, denk ik. We hebben nog een klein testje hoe sterk je in je armen bent, in je handen bent. Casper! Hey. Je hoort in de afspraak met Casper. En Casper, vertel even Casper wat je precies doet. Ik onderzoek in bewegingswetenschappen. Dit apparaat meet de vingerkracht op verschillende soorten grepen. Zodat ze precies kunnen zien van elke klimmer hoe sterk ze zijn op bepaalde grepen. En daar kunnen we een advies uitbrengen wat je straks het beste kan doen. Nou, ik ben benieuwd. Is het handig als Tim even voordoet, als vergelijk ja. Misschien? Hè? Ja. En dan mag je ze hard gaan trekken als je wil. Oké. En het is ook goed, ja. 75 kilo hierop. Mag ik? Zo hard trekken als je kan. Ja, kom op. Ja, mooi. Nee, ik heb niet meer. Oh. Dat is 30 kilo. Ja, jij trekt maar 30 kilo. Want als jij maar 50 kilo weegt, dan hoef je veel minder te trekken dan als je 120 kilo weegt. Maar dat is rechts. Links zit op 20 ongeveer. Ja. Oh nee! Ja. Echt? Ja. Dus wat we nu gaan testen is een ronde greep. Ja, nou dat is toch 20 kilo weer. Zo. Dat is ook 20 met links. Oh, yes! Dus hierop ben je mooi stabiel. Dus als jij zo meteen daar naar boven gaat, klim alles met rechts. Ja. Die is sterker. Ja. En probeer goed de randjes te pakken, want daar ben jij beter in. Het enige waar ik nog een beetje bang voor ben, is jouw hoogte. Want je hebt toch een beetje hoogtevrees nog. Ik heb iets voor jou bedacht waarbij je toch even hoog staat en dat je het kan zien. Oké. Okay. Ja, kom, dan gaan we. We zien je straks. Ja, tot zo. 49. Wie is daar? Ron Bos, dat staat voor, we hadden een afspraak. Oh ja, tuurlijk, kom erin. Oh. Oh, wat leuk. Oh. Ik wil even kijken op de balkon als het kan, hoe hoog het is. Ja. Ja, het is wel echt heel hoog. Oh. Ik heb het echt in mijn onderbuik, voel ik het echt. Als je beneden staat, je kijkt omhoog, denk je, dat kan ik wel of zo. Maar als je boven staat naar beneden, lijkt het zeker twee keer zo hoog. Dit is wel echt heel hoog, hoor. Mag ik dan een heel klein beetje zeggen dat je toch maar... Toch misschien wel? Ik dacht van niet. Ik dacht, oh joh, dat kan ik. Ik denk gewoon niet dat ik naar beneden moet gaan kijken. Ik moet gewoon recht vooruit en gewoon niet naar beneden kijken. Ik denk dat een woord voor vandaag, hoor. Niet kijken. Niet kijken, gewoon klimmen. Op naar de grote klimband. Fena Ramos wil de top van de hoogste klimmuur van Europa bereiken. Gaat het lukken na een pittige training? Oh, 37 meter omhoog. Je mag nog terug. Nee. Het zou mooi zijn als je voor het donker boven bent. Ben je daar klaar voor? Ja. Nou, bind hem maar vast. Je wil hier wel alles zien van je, dus je krijgt een helm op. Past dat wel met haar? Kijk, hij doet het al. Ja? Ja, hebben we schap. Ja, we gaan het doen. Dan maar, toch? Tim, heb je nog één laatste tip? Niet veel kracht verspillen. Ja. Het is namelijk echt een en. Daar ga je. En uitduwen. Niet vergeten uit te duwen, Fena. Duw. Ja. Het is wel gaaf hoor, maar het is ook best wel spannend of zo. Oh. Oh. Wat een ellende. Ja, je moet er met je voet op staan, niet met je knieën. Thanks. Hoe voelt het, Fena? So far, so good. Oh. Het wordt wat makkelijker nu. Denk je? Ja, omdat het wat meer naar voren gaat hellen. Nou, nog niet hoor. Hoe kom ik nou bij die groene, joh? Word je al moe? Ik kan niet meer nadenken. Ik vind het zo lastig om die grepen te bepalen. Niet naar beneden kijken. Nee, zeker niet. Ja. Oh, man. Dit is goed, hoor. Dit. Trek je hem nog wel strak, René? Oh, dat is goed niet zegt. Ja, het is mijn eerste keer. En je laatste zeker? Ja. Dit is echt hoog, hè? Oh, Ron, wat een ellende. Dit is zo hoog. Maar je bent er bijna. Yes! Ja, Fena. Oh, je gaat het randje over. Oh, mijn god. Ik kan niks meer vastpakken. Dit is eng.
ben onwijs trots op je. Hoe is het om de hoogste klimmuur van Europa te beklimmen? Dit is zo hoog, niet normaal. Kom je ook naar boven? Nee, ik ga lekker naar huis. We bellen wel weer. Dag Fenna.